Uit onderzoek is gebleken dat wiskundeleerlingen niet meer zo slim zijn als 10 jaar geleden. Dus wij staan hier voor het Carolus Clusius College en wij gaan een interview houden met Jan Otto Kranenborg, wiskundeleraar op deze school. De leerlingen zijn minder mensen die ervoor kiezen of meer mensen die erop zakken. Daarbij wordt nog even vaak wiskunde in een bepaald profiel gekozen als vroeger, als zeg maar 10 jaar geleden. Wat ik wel merk is dat de eenvoudige vaardigheden die bijvoorbeeld met rekenen te maken hebben, dat die achteruit gegaan zijn de afgelopen jaren. Is dat door de jaren heen ook veranderd? Zijn er minder bevoegd voor vak wiskunde of minder ervaren? Is er minder aanbod in? Ik denk het wel. Toen ik begon met lesgeven kwam ik hier op school en kwam ik in de wiskundesectie met 6 of 7 eerste graders die allemaal een opleiding gehad en gehaald hadden. En dat is nu soms nog wel wat anders. Nu zijn er toch mensen die bezig zijn met hun opleiding en nog niet klaar zijn en toch in feite in het onderwijs instromen. Hi, mag ik jou wat vragen? Ja. Heb jij wiskunde in je pakket? Ja, dat heb ik. Vind je het moeilijk? Ja, wel redelijk, ja. En wat vind je van het vak zelf? Het is wel interessant, maar als je het niet snapt, dan is het wel vervelend. Wat is 4 keer 16? Dat is, weet ik niet. Even denken. Ik weet het niet. Dat is 200 nog wat, oké. Ik heb wiskunde. Wat vind je ervan? Best wel nutteloos. Ik vind het kut. Kut! Hartstikke leuk, oké, waarom? Ik ben er goed in, ik haal een goede cijfer voor. Oké, wat als ik je vraag, wat is de wortel van 16? Wortel van 16 is 4. Waarvan de mogelijkheden zijn veel groter dan in het verleden. Welke mogelijkheden heeft u dan over? Nou, bijvoorbeeld op de ELO, dat is een elektronische leeromgeving, kunnen we allerlei extra stof opplaatsen en daar kunnen leerlingen ook gebruik van maken.